Yo, welkom bij Geld op Geld. Nou, Tesla heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt en Tesla schiet omhoog. Ja, vandaag echt een enorme stijging voor Tesla. Wat de meesten niet aan hebben zien komen. Nou, daar moeten we het even over hebben, die kwartaalcijfers. En ook wat ik nu op dit moment vind van Tesla: is Tesla nog een interessante of niet? Nou, verder moeten we het nog even hebben over een aantal andere kwartaalcijfers: kwartaalcijfers van een Visa. Een Texas Instruments, een Envase, Meta, die gaat na de sluiting kwartaalcijfers bekendmaken. Van alles om weer door te nemen, dus laten we weer even induiken. Nou, vandaag is een redelijk vlakke dag, een kleine plus. De Nasdaq staat nu ongeveer 0,6% in de plus, de SP500 ongeveer 0,1%. Terwijl ik dit opneem, kan het natuurlijk nog alle kanten opgaan. Wat opvalt is dat de Semicom-industrie het vandaag heel erg goed doet. Texas uh, Instruments heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt, staat vandaag flink in de plus, zo'n 6% in de plus. En wat natuurlijk opvalt, Tesla. Zo'n 15% in de plus. Ja, echt een enorme stijging voor Tesla. En daar moeten we ook even wat dieper op ingaan. Nou, als we even naar de SP 500 zelf gaan kijken. Nu plus 0,17%, de NASDAQ plus 0,76%. En als we even gaan inzoomen, ja, dan zien we dat de SP 500 zijn best doet om weer te stijgen. Na dus deze dip hier zo. Uh, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Of we verder omlaag zullen gaan. Of dat inderdaad nu al een herstel is gestart. En dat we gewoon verder omhoog gaan naar een nieuwe all-time highs. Um, wat het vooral zal bepalen. zijn de kwartaalcijfers van de komende twee weken. En de PCE-cijfers. De, deze week, eind van de week. Die heel erg belangrijk zullen worden voor de Fed. En die mede gaan bepalen of de Fed rentes eerder gaat verlagen of juist niet. Nou, deze week, deze kwartaalcijfers allemaal. Ondertussen zijn we halverwege. Het is nu woensdag terwijl ik het opneem. En we hebben nu dus kwartaalcijfers gekregen van Tesla en van Visa en Face Texas Instruments. En die vier wil ik vooral even doornemen. Laten we even beginnen met Tesla. Nou, Tesla nu op dit moment 13,6% in de plus. Ja, echt een enorme stijging voor Tesla. En de meesten hadden dat niet verwacht. Nou, ik heb zelf um, de kwartaalcijfers ook gelivestream, uh, zoals je boven kan zien. Uh, een livestream van meer dan een uur ben ik er. Veel dieper op ingaan, heb ik van alles nog wat doorgenomen. Mocht je die livestream niet hebben gezien, of mocht je nog interesse hebben, kan je de livestreams, nou, zoals die livestream over Tesla, terugkijken. Um, ik had toen ook een poll gemaakt in die livestream waarop um, men kon stemmen wat men verwachtte van die kwartaalcijfers. En de meesten verwachten een daling van 5% of meer. Nou, we hebben een tegenovergestelde gekregen, een stijging nu op dit moment van 13,65%. Kan het natuurlijk nog veranderen. Maar op dit moment reageert de beurs in ieder geval heel erg goed op de kwartaalcijfers. en op de earnings Scal. En ik denk zelf niet onterecht. Ik denk vooral omdat hele slechte cijfers werden verwacht. Het aandeel is flink gedaald. En de cijfers zelf waren niet per se heel goed. Nee, sterker nog, omzet en winsten waren wat lager dan verwacht door analisten. Wat we er ook even bij kunnen pakken. Maar het aandeel was flink gedaald. Het sentiment was heel erg slecht. En als iedereen hele slechte kwartaalcijfers verwacht. en Tesla komt toch met. Wat slechtere cijfers, maar ook wel wat positieve dingen. Ja, dan kan je alsnog dus een enorme stijging zien, zoals we in dit geval ook zien. Nou, Tesla shares jump 13% after Musk says company aims to start production of affordable new EV by early 2025. Tijdens de earnings kan het zelfs aangeven, misschien zelfs eind dit jaar, dat ze zullen beginnen met een goedkopere elektrische voertuig. In ieder geval met de nieuwe generation platform. Of het een Robotexi wordt of Model 2 of nog iets anders. Geen idee. Heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, kijken we even naar de cijfers zelf. Dan zien we een daling van 9% wat betreft omzet. Wat echt wel een tegenvaller is. Uh, historisch gezien voor Tesla natuurlijk heel erg slecht. Maar goed, hele slechte cijfers werden ook verwacht. EPS, winst per aandeel kwam uit op 45 cent. 51 cent werd verwacht. Dus een mis wat betreft winsten. Omzet 21,3 miljard, 22,15 miljard werd verwacht. Dus ook een mis wat betreft omzet. Dus ook al waren de cijfers zo slecht... ...toen dit naar buiten kwam, meteen uh, steeg het aandeel al zo'n 6 à 7 procent. Omdat het aandeel gewoon enorm was gedaald... ...en omdat iedereen hele slechte cijfers had verwacht. En nog slechtere cijfers eigenlijk al waren ingeprijsd. Nou, laten we even snel naar de dek gaan van Tesla... Nogmaals, ik heb uh, dit gelivestreamd. Een livestream van meer dan een uur. Dus ik ga er nu even heel kort en um, gewoon even snel doorheen. Uh, ik ga er niet al te diep op in. Even een aantal uh, belangrijke hoogtepunten. Allereerst, profitability: 1,2 miljard aan operating inkomen. 1,1 miljard aan net inkomen. Uh, net inkomen. 1,5 miljard aan non net inkomen. En dat laat zien dat Tesla nog steeds gewoon heel erg winstgevend is. Terwijl dit echt een heel erg slecht kwartaal is voor Tesla. Er waren heel veel negatieve dingen die we hier ook kunnen zien. Red Sea conflict. Arson attack in de Gigafactory Berlin. Gradual ramp of the update Model 3 in Fremont. Uh, heel veel dingen die ervoor hebben gezorgd dat Tesla minder auto's heeft kunnen uh, produceren en leveren dan ze hadden gewild. En nog steeds heel erg veel winstgevendheid voor Tesla. Ja, winstgevendheid... Is slechter dan het afgelopen kwartaal, slechter dan een jaar geleden. Omzet is ook lager dan een jaar geleden, maar nu dat dit allemaal gebeurt in zo'n heel erg slecht kwartaal, betekent dat waarschijnlijk dat we ongeveer op een bodem zitten wat betreft dus die winstgevendheid. En dat we de komende kwartalen weer zullen stijgen, stijgen en stijgen. Nou, verder wat betreft cash hebben ze 2,2 miljard minder aan cash. Nog steeds 26,9 miljard aan cash. Wel een negatieve free cash flow, 2,5 miljard negatief. Komt onder andere omdat ze heel erg veel geld uitgeven aan AI. Aan artificial intelligence chips vooral. Verder, increased AI training compute by more than 130%. Ze zijn heel erg veel aan het investeren in dus AI-rekenkracht. Record energy storage deployment, 4.1 gigawatt hours. En Duizend Cybertrucks in één week geproduceerd in april. Dus ook dat ziet er goed uit. Als ze 100.000 Cybertrucks kunnen maken volgend jaar... dan zullen ze al die 100.000 verkopen. Er is enorm veel vraag naar die Cybertrucks. Dus als ze dat goed kunnen opschalen... zorgt het natuurlijk voor extra omzet en extra winsten voor Tesla. Nou, bovenaan zien we Automotive Revenue is gedaald met 13%. Historisch gezien heel erg slecht natuurlijk voor Tesla. Zeker voor een groeiaandeel dat zeker niet goedkoop is. Waar nog steeds heel veel van wordt verwacht... Energy 7% gegroeid, services 25%, in totaal omzet 9% gedaald. In dat opzicht heel erg slecht, maar goed, de lange termijn blijft er heel erg goed uitzien. Verder zien we die gap gross margins, 17,4% en ik vond dat heel erg meevallen. Ik had verwacht dat die marges nog lager zouden zijn en ik denk zelf dat er of nu of volgend kwartaal op een bodem zit wat betreft die uh, gross margins, de bruto margins. En dat we aan het eind van uh, dit jaar omhoog gaan. En dan vanaf volgend jaar weer flink zullen stijgen met bruto marges voor Tesla. Nou, verder zien we inderdaad winstgevendheid. Uh, net wat minder dan het afgelopen uh, kwartaal en dan vorig jaar. Free cashflow negatief dus. Uh, cash, cash en equivalence is wat gezakt. Omzet dus gedaald met 9%. Je zou het even kunnen poseren: de minnen en de plussen doornemen. Ook wat betreft winstgevendheid. Een aantal minnen, een aantal plussen. Um, verder zien we de aantallen hier uh, die zijn geproduceerd en geleverd. Nou, dit was al bekendgemaakt. Supercharger stations is denk ik een hele interessante. Is met 26% gegroeid. Tesla heeft nu 6249 Supercharger stations, waar nu ook steeds meer en meer andere merken van gebruik kunnen maken. Dus als een Ford of een Volkswagen of iets dergelijks gaat laden bij de superchargers van Tesla, dan kan dat en dan zal Tesla daar ook uh, geld door verdienen. Verder zien we vehicle capacity. Het enige wat ze hebben veranderd is dat ze bij California en bij Berlijn hier een groter dan-teken hebben geplaatst voor de Model 3 en bij en bij Berlijn voor de Model Y. Um, nou, verder zien we hier even een daling wat betreft marktaandeel van Tesla. Wat ergens natuurlijk wel zorgwekkend is, een van de redenen waarom het aandeel ook is gedaald. Maar waarschijnlijk is een beetje hetzelfde gaande als wat we hier zo zien: een daling en dan straks, zeker als de Model 2 komt, weer een stijging. Uh, interessant is dus in ieder geval om in de gaten te houden. Ja, dit is een hele belangrijke voor Tesla, want Tesla investeert heel erg veel in AI. Nou, hier rechts zien we cumulative miles driven met FSD-beta. Dus hoeveel er is gereden met FSD. En dan zien we hier bovenaan nog zelfs in het rood FSD-versie 12. Nou, dit is alleen maar aan het stijgen, stijgen, stijgen. Tesla verzamelt steeds meer en meer data, beeldmateriaal. Dat ze gebruiken om de Teslas dus te leren om zelfrijdend te worden. Nou, wat verder nog een hele interessant is, is nou, deze regel: It has become clear that this architecture, long pursued by Tesla, is the right solution for scalable autonomy. Tesla geeft dus aan dat hoe ze het nu doen, dat dat de manier is om zelfrijdende auto's te krijgen. Het enige wat ze nodig hebben is nog meer beeldmateriaal en rekenkracht, en dat is de manier dus wat ze nu doen, it has become clear, dat dit dus de manier is om zelfrijdende auto's te krijgen. Zij zijn daar echt van overtuigd en ook Elon Musk heeft aangegeven, tijdens de gaat het gaat gebeuren. Uh, ik word zelf ook steeds optimistischer wat dat betreft. Zeker ook als ik kijk naar nou ja, wat ik allemaal zie op X, op YouTube, van mensen die versie 12.3.4 gebruiken. Het gaat echt wel heel erg goed en die zelfrijdende auto's worden echt steeds beter en beter. Nou, hier beneden zien we Tesla AI Trading Capacity, H100 Equivalent GPU's, dus de GPU's van Nvidia. En dan zien we dat ze steeds meer en meer rekenkracht ook hebben. Dus rekenkracht plus data, plus beeldmateriaal, dus rekenkracht plus beeldmateriaal eigenlijk, zorgt voor steeds betere zelfrijdende auto's. Um, nou, verder zien we even energy generation en storage, dat gaat de goede kant op. Services gaat de goede kant op. Deze twee segmenten zullen steeds meer en meer doen en steeds belangrijker zijn. Outlook is een hele belangrijke. Namelijk als aangeven dat ze in two major growth waves zitten. Dat ze vorig kwartaal ook hebben aangegeven. Um, en eigenlijk is gewoon wat er nu gebeurt het volgende. Ze hebben een stijging gehad. Nou is het even wat vlakker om vervolgens weer te gaan stijgen. Dit hier zo, dat was de Molle 3 en de Molle Wijn. Nu is het even wat aan het afvlakken en straks komt de Molle 2 en de robotaxi. Plus AI, autonomy, allerlei dingen waar ze mee bezig zijn. En dat moet straks weer omzet gaan versnellen. Uh, dus nu zitten we tussen die twee growth waves... zoals Tesla zelf aangeeft. Nou, ze geven aan dat ze genoeg cash hebben. Uh, product is een hele interessante wat ze hier aangeven. We have updated our future vehicle lineup... to accelerate the launch of new models... ahead of our previously communicated start of production... in the second half of 2025. Dus ze hebben dat versneld. En ze komen nu dus eerder met goedkopere varianten. These new vehicles... Including more affordable models. Dit is ook een aparte. Including more affordable models. Dus er komen meerdere goedkopere modellen wat hier staat. Nou, iedereen is dus ook meteen heel benieuwd wat dit helemaal betekent. Is dit de Robotaxi plus de Model 2 of komt er nog iets anders? Maar goed, this will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platform. And will be able to be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle line-up. Ook een interessante, ze gaan dus de bestaande gigafactories ge gebruiken, de bestaande productielijnen, om dus die goedkopere voertuigen te bouwen. Um, wat ze hieronder ook aangeven is dat dat zorgt voor misschien minder kostverlagingen dan eerst werd verwacht. Maar dat gaan ze doen om zo efficiënt mogelijk, dus zo capex efficiënt mogelijk dit te kunnen doen. Um, en op, met deze manier kunnen ze naar 3 miljoen auto's gaan met de huidige. Gigafactories met de huidige productielijn. En dat is een groei van 50% ten opzichte van de productie in 2023. Nou, verder natuurlijk de robotechniek, en dat gaat een hele belangrijke worden. Dus zo even een overzicht. Hier zien we nog wat afbeeldingen die ze hebben gedeeld. Allereerst de EV-markt in totaal. Uh, we zien dat het wel wat begint af te vlakken, zowel in China als in de rest van de wereld, vooral in de rest van de wereld. Uh, de lange termijn zal waarschijnlijk ja, flink omhoog gaan. Verwacht Tesla zelf, verwacht ik ook. En een van de redenen waarom dit wat afvlakt, is omdat de traditionele jongens wat meer inspelen op hybrides, in plaats van op elektrische voertuigen. En Tesla heeft aangegeven in de earnings Call dat ze daarmee een fout maken. De toekomst is toch echt elektrische voertuigen. En dat denk ik zelf ook. Maar goed, we gaan het zien. Verder vond ik dit een hele mooie, heb ik ook aangegeven tijdens de livestream de Tesla Ecosystem. Dat hebben ze niet eerder aangegeven. Maar ja, dit laat denk ik wel heel erg mooi zien waar Tesla allemaal mee bezig is. Want heel veel mensen die Tesla eigenlijk niet zo goed kennen, die zien Tesla nog steeds echt als een elektrische voertuigbouwer. Die vergelijken Tesla nog steeds met een Ford of een GM of een Volkswagen of een BMW of een Toyota. Maar Tesla is veel meer dan alleen maar een elektrische voertuigbouwer. Ze doen heel erg veel met energie, heeft heel veel potentie. Groeit enorm hard. Verder doen ze heel veel met AI, met FSD. Uiteindelijk willen ze naar ride-heel gaan als we echt zelfrijdende auto's krijgen. Dat je dus echt een app kan gebruiken zoals eigenlijk een soort Uber. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Uh, verzekeringen is dit als ik even snel mijn hoofd weghaal. Uh, hebben ze ook nog heel veel potentie mee. Zeker omdat Tesla zoveel data heeft. En uiteindelijk de humanoid robot. Uh, en daarmee gaan ze dus ook AI gebruiken. FSD gebruiken. Dus beeldmateriaal dat nu wordt gebruikt om zelfrijdend te worden. Diezelfde strategie gaan ze gebruiken om de robots te leren wat ze moeten doen. Middels onder andere dus beeldmateriaal. Ja, dit laat Tesla's ecosysteem zien. En dit laat zien dat Tesla veel meer is dan alleen maar een elektrische voertuigbouwer. En door al deze dingen heeft Tesla, denk ik zelf, voor de lange termijn heel erg veel potentie. Nou, de Model 3 wordt steeds goedkoper en goedkoper: 299 dollar per maand als lease in Amerika. De Cybertruck is goed aan het opschalen, de Final Assembly Line. Uh, supercharger Network, ik denk ook wel een mooie hier rechts met de cybertruck, een Rivian, een Ford Mustang Mach E en een Hammer EV. Andere merken kunnen dus ook gebruik maken van de superchargers van Tesla. Uh, uiteindelijk allemaal extra inkomsten voor Tesla. Nu met meer dan 6.000 van die supercharger stations. Dit vond ik het hele mooie om te zien. De rideheling in de Tesla-app. Nou, dit is dus een soort van Uber slash Airbnb-idee wat ze ook tijdens de earnings call hebben aangegeven. Waarmee we, als we straks zelfrijdende auto's hebben, waarmee we dan straks een auto kunnen summen. Dat we een, uh, kunnen zien waar die is, dat we bijvoorbeeld temperatuur kunnen instellen. Uh, dat we kunnen aangeven waar die naartoe moet. Dat we allerlei dingen kunnen doen. Uh, muziek kunnen aanpassen, uh, volumes kunnen aanpassen, temperatuur kunnen aanpassen, de, de, de stoelen kunnen aanpassen. Om uiteindelijk van A naar B te rijden. En omdat hierdoor dus geen uh, chauffeur nodig is. Als het echt zelfrijdend is, zal het ook heel erg goedkoop worden. Dus ook dit is iets wat heel erg veel potentie heeft, echt belachelijk veel potentie. Maar een hele belangrijke, dan moeten we wel echt zelfrijdende auto's krijgen. Autonomy level 5. Of we daar gaan komen. Geen idee. Ik denk dat de kans daarop wel steeds groter en groter wordt. Maar daar zijn we nog niet. Dus het is nog steeds wel lange termijn muziek. Maar het ziet er denk ik wel heel erg mooi uit, hoe dit eruit zou kunnen zien. Nou, verder zien we Dojo hier, Megapacks, de Tesla Semi waar ze mee bezig zijn. En als laatste nog even Cost Grind, squeezing every penny out of the vehicle cost. Ze proberen zoveel mogelijk kosten te besparen op de voertuigen die ze maken. Dus even een overzicht over alles wat is besproken. Daarna komt nog de earnings call. Hier hebben we even vier takeaways van Elon Musk tijdens de earnings call. Allereerst. More affordable models coming in early 2025 or sooner. Wat hij heeft aangegeven. Misschien zelfs eind 2024. Elon Musk kennende is hij altijd wel heel erg optimistisch. Wat betreft de tijdlijn eigenlijk. Dus waarschijnlijk zal het in 2025 gebeuren. Maar wel interessant. En ik denk dat dit ook misschien deels is. Omdat we toch zien dat er wat zwakte is. Naar de vraag van elektrische voertuigen. Dat er... Veel vragen ze op dit moment ook naar goedkopere elektrische voertuigen. En dat ze dit daardoor misschien wat meer naar voren halen. En dat ze daardoor ook bestaande productielijnen gaan gebruiken om die goedkopere modellen te maken. Verder, Tesla in talks met een major automaker to license self-driving tech. Ik denk zelf dat dit Ford is, dat ze dit met Ford bespreken. Dat denk ik ook omdat Ford de eerste was die uh, gebruik wilde maken van die. De connector van Tesla, eigenlijk om dus gebruik te kunnen maken van de superchargers van Tesla. En ik denk dat nu hetzelfde aan de hand is met um, FSD. En het idee is dus eigenlijk om dit te licensen: dat die andere autofabrikanten dus Tesla gaan betalen voor de software. En het enige wat ze daarvoor nodig hebben is een relatief kleine computer van Tesla met de camera's. Dus acht camera's in totaal. Om dus inderdaad FSD te krijgen van Tesla. Uiteindelijk heeft het heel erg veel potentie. En dit zou heel erg goed uit kunnen pakken voor Tesla. En het is een hele interessante om over na te denken. Want hierdoor zou Tesla extra inkomsten kunnen genereren. van auto's die de concurrenten verkopen. En de concurrenten zouden hier ook van kunnen profiteren. Het zou een win-win kunnen zijn. Tesla heeft ook al vaker aangegeven dat ze de concurrentie. dat ze de rest ook willen helpen. Dus onder andere met de superchargers wat ze nu al doen. Maar ook met software, met onder andere een FSD. En het mooie voor de rest zou weer zijn dat ze niet heel erg veel geld hoeven te investeren. In onder andere FSD en ga zo maar door. Tesla heeft nu al echt letterlijk miljarden uitgegeven aan FSD. Vooral aan heel veel rekenkracht. Vooral aan Nvidia GPU's. FSD doet het gewoon steeds beter en beter. En Tesla's software, vooral FSD, is gewoon beter dan dat wat de rest heeft. Nou, de rest zou dat kunnen licensen. Dat zou relatief goedkoop zijn dan voor ze. Maar Tesla zou dan een groot gedeelte van dus die winsten pakken. Het is een software-businessmodel met dus hele hoge marges. Het zou een win-win zijn. En hoe meer andere spelers dit zouden gebruiken, hoe meer Tesla hierdoor ook zou kunnen verdienen. Dus een heel mooi software-businessmodel met uiteindelijk hele hoge marges. En ik ben ook heel benieuwd met wie ze nu. In talk zijn met wie ze praten, welke OEM. Ik denk dus Ford, maar dat zullen we vroeg of laat gaan horen. Uh, verder is het wel zo dat ze tijdens de Earnings-call hebben aangegeven dat de andere autofabrikanten niet zo snel opereren als een Tesla. Dus zelfs als dit doorgaat, zal het waarschijnlijk een jaar of drie duren voordat het uiteindelijk echt wordt geïmplementeerd bij de andere autofabrikanten. Maar dit is wel een hele interessante om in de gaten te houden. Nou, verder. Musk provides a look at cybercap. Vision ahead of August launch. Hij heeft aangegeven dat er een cybercap komt, zo noemde hij hem. Dus de Robotaxi wordt een cybercap. Wat dat betekent? Geen idee. Er gaan nu een aantal geruchten rond dat hij eruit gaat zien als de Cybertruck, maar dan wat kleiner. Of misschien is het omdat hij van uh, staal gemaakt gaat worden. Of misschien is het heel iets anders, gewoon omdat het een futuristisch ding gaat worden. Een hele interessante, maar in ieder geval gaf hij aan een cybercap. En als laatste de Tesla's humanoid robot Optimus. Elon Musk gaf aan dat hij verwacht dat ze eind dit jaar al simple factory tasks kunnen doen. En hij gaf aan dat ze ze waarschijnlijk kunnen gaan verkopen in 2025. Dus eind 2025. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook heel erg veel potentie. Dus dat even een korte samenvatting met vier belangrijke dingen die zijn besproken tijdens de earnings call. Nou, Tesla flink gestegen, ondertussen na 11,9% in de plus. En is Tesla nog steeds een interessante of juist niet? Kijk, hangt er vanaf hoe je zelf natuurlijk uh, naar Tesla kijkt. Hangt er vanaf of je zelf ook vertrouwen hebt in elektrische voertuigen, zoals ik. Hangt er vanaf of je vertrouwen hebt in zelfrijdende voertuigen, uh, in energie en allerlei dingen waar Tesla mee bezig is. Als ik zelf naar Tesla kijk, ja, Tesla is een vrij prijzig aandeel. Je moet er best wel veel voor betalen. Maar wat ik ook tijdens de earningscal heb aangegeven. Er zijn nog steeds mensen die Tesla vergelijken met een Ford of een GM of een Volkswagen. die een PI-ratio /E hebben van 8, 9, 10, 11 of iets dergelijks. Maar Tesla gaat gewoon niet simpelweg een PI-ratio /E van 10, 15. zelfs niet van 20 krijgen. Want iedereen wil Tesla kopen voor een PI-ratio /E van 10 of 15. Want Tesla heel hard groeit en heel erg veel potentie heeft. Dus Tesla zal altijd een premium hebben. Als ik zelf naar Tesla kijk, heeft Tesla denk ik heel erg veel potentie nog steeds voor de lange termijn. De Model 2 heeft heel veel potentie, de Robotaxi heeft veel potentie, de Cybertruck zal nog meer opschalen. Energie zal het goed blijven doen, FSD heeft belachelijk veel potentie. Zeker als we echt zelfrijdende auto's krijgen met echt Robotaxis en al dat soort dingen. Optimus heeft heel erg veel potentie. En dat hoeft niet eens allemaal uit te pakken. Het hangt er vanaf natuurlijk hoe het allemaal zal lopen. En Tesla zal een heel erg volatiel aandeel blijven. De meningen zullen heel erg veel verdeeld blijven over Tesla. Maar voor de lange termijn, ook rond de 160 dollar, lijkt het mij echt wel een hele interessante. Ja, het liefst heb ik Tesla zelf ook rond de 150 of rond de 140 of zelfs nog lager. Dus ik heb een beetje gemixte gevoelens bij deze stijging. Tesla is mijn grootste positie en ergens wel leuk dat die is gestegen. Maar als Tesla 10% was gedaald, had ik zeker flink bijgekocht. Want ik denk zelf dat Tesla over 5 jaar, zeker over 10 jaar, een heel stuk hoger zal staan dan nu. Maar nogmaals, het hangt echt van je eigen verwachtingen af of Tesla een interessante is of niet. Want ja, Tesla is nog steeds vrij prijzig. Ook al is Tesla het afgelopen half jaar flink gedaald en er wordt nog steeds veel verwacht van Tesla op de lange termijn. Maar ik denk dat ze, zeker met de huidige marktwaarde van 500 miljard, dat ze heel erg veel gaan waarmaken de komende vele jaren. Nou, dat even over Tesla. We zijn er vrij diep op ingegaan. Maar natuurlijk een hele interessante en vooral zo interessant omdat bijna iedereen een andere mening heeft over Tesla. Nou, door naar Visa. Visa heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt. En Visa doet gewoon zijn ding, zoals altijd. Een lichte stijging. Doet het altijd iets beter dan wat wordt verwacht door analisten. Wat we ook hier kunnen zien, Visa earnings beat bij 7 cents, revenue topped estimates. Hier zien we even de cijfers. Visa kwam met een IPS van 2,51, 7 cent beter dan dus de verwachte 2,44. Omzet kwam uit op 8,78 miljard, 8,62 miljard werd verwacht. En dit doet Visa eigenlijk bijna altijd. Visa, maar ook Mastercard zijn twee geweldige bedrijven, twee hele mooie compounders op de lange termijn. Die altijd vrij prijzig zijn. Een PI-ratio /E van 32 voor Visa. Ook Mastercard is vrij prijzig. Maar allebei deze bedrijven zijn mega winstgevend. En winstgevendheid blijft exponentieel groeien. Groeien en groeien. Ja, Visa is denk ik een hele mooie investering voor de lange termijn. Hij is vrij prijzig. Het liefst zou ik hem zelf ook veel goedkoper willen aanschaffen. Maar het lijkt erop dat je Visa eigenlijk nooit heel erg goedkoop aan kan schaffen. Omdat Visa en ook Mastercard allebei zo geweldig zijn. Sterke bedrijven zijn. Nou, Visa kwam met prima cijfers. En Enfeis was wat teleurstellend. Enfeis staat nou, nu 3,6% in de min. Enfeis Energy Earnings Misses Revenue Estimates Reports Net Loss. Nou, Enfeis kwam met een omzet van 263,3 miljoen dollar. 283,15 miljoen werd verwacht. Uh, Gap net los van 16,1 miljoen. In totaal was het ook wat minder dan wat werd verwacht. EPS 35 cent, 40 cent werd verwacht, dus een mis wat betreft winst per aandeel. Ook marges kwamen uit op 46,2 procent, dus de bruto marges, gross marges, terwijl uh, vorig kwartaal 50,3 procent uh, was. Dus toch wel een daling wat betreft marges, minder omzet, minder wist dan wat werd verwacht. Dus toch wel wat teleurstellende cijfers voor NV's En Envase zak 3,85 procent. Enfees heeft het op dit moment vrij zwaar. Als we even uitzoomen, het aandeel was enorm hard gestegen. Flink gedaald. Nu toch een vrij negatief sentiment. Als we even kijken naar zeg, de afgelopen uh, nou, paar jaar eigenlijk. Ik denk zelf voor de lange termijn wel een hele interessante. Enfees gaat denk ik profiteren van alles wat gaande is met energie in het algemeen. Wat er gaande is met zonnepanelen. Maar wat heel erg goed zou zijn voor Enfees is als rentes omlaag zouden gaan. Enfees heeft last van die hoge rentes op dit moment. Hoe eerder de omlaag gaan, hoe beter voor Enface. Ik blijf hem persoonlijk in de gaten houden. Ik denk voor de lange termijn een hele interessante. En mocht Enface verder zakken, zal ik misschien ook aandelen van Enface kopen. Dan hebben we Texas Instruments, heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt als een grote semicon-speler. En die staat vandaag 6% in de plus. Texas Instruments weer rond een all-time high. Niet helemaal, want Texas Instruments stond ietsjes hoger eind 2021, begin 2022. Maar wel rond een all-time high. Na nou, weer nette kwartaalcijfers. Texas Instruments stock rises on Q1 revenue beat and outlook. Nou, gaan we even snel naar die cijfers kijken. Dan zien we dat ze 3,66 miljard dollar aan omzet hebben gerapporteerd. 3,6 miljard werd verwacht. Dus een kleine beat. Wat betreft guidance: 3,9 miljard. Terwijl analisten een guidance van 3,78 miljard hadden verwacht. Nou, prima cijfers voor Texas. Instruments, een stijging voor Texas Instruments. En niet alleen voor Texas Instruments, maar voor eigenlijk heel de semiconmarkt markt vandaag. Nvidia ongeveer 1%, maar ook Broadcom, AMD, Qualcomm ongeveer 2% gestegen. Intel gestegen. Micron wel wat gezakt. En dan ook Devices wat gestegen. En Texas Instruments plus 6%. Dus uh, nou, verder, Boeing en ATT redelijk vlak. En dan na de sluiting vanavond Meta. Ook IBM, Ford en Chipotle. Maar Meta komt met kwartaalcijfers. Staat nu lichtjes in de min, 0,59%. 493 dollar. Ja, Meta is natuurlijk enorm hard gestegen de afgelopen, wat is het, anderhalf jaar ongeveer. Echt een bizarre stijging voor Meta. Maar nu, als we naar de afgelopen maand kijken, ietsjes gedipt van de ongeveer 528, 530. Gezakt naar de 475. Toen weer wat gestegen, nu zo rond de 493. En heel benieuwd naar die cijfers. Ik denk zelf dat Meta hele mooie cijfers zal bekendmaken. Hele goede cijfers worden ook wel verwacht. Een PI-ratio /E van 33,6 voor Meta. De forward-PI-ratio /E is wel een stuk lager. Forward-PI-ratio /E van 24,57. Dus er wordt echt wel veel winstgroei verwacht voor de komende 12 maanden als we naar de forward-PI-ratio /E kijken. Maar in totaal meta ja, doet het gewoon heel erg goed. De afgelopen vele kwartalen, en ik denk dat dit kwartaal niet anders zal zijn. Het enige is wel dat bij meta vrij goede cijfers worden verwacht. Dus een beetje het tegenovergestelde van wat er bij Tesla is gebeurd. Bij Tesla werden hele slechte cijfers verwacht. Tesla kwam ook niet met schokkend goede cijfers, en toch is het aandeel met 11% gestegen. Bij meta worden hele goede cijfers verwacht. Dus het kan zomaar zijn dat als Meta met redelijke cijfers komt, dat het aandeel flink zal zakken. Maar goed, als Meta hetzelfde doet als afgelopen kwartaal, wat we hier ook zien, van 1 op 2 februari, het aandeel ging van de 394 dollar naar de 474,99. Een enorme stijging naar dus hele mooie kwartaalcijfers in februari. En nu na de sluiting dus weer kwartaalcijfers. Ik zal proberen om binnenkort ook weer dieper in te gaan op die kwartaalcijfers van Meta. En dan donderdag na de sluiting Microsoft en Google, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Ik zal vooral naar Google, want ik heb zelf aandelen van Google. Maar Microsoft zal ook een hele belangrijke zijn voor heel de beurs. En daar zal ook onder andere een Amazon op reageren vanwege AWS. Want Amazon en ook Apple die komen volgende week met kwartaalcijfers. Dus we hebben het eens besproken, vooral even wat dieper ingaan op Tesla. Laat me zeker even in de comments weten wat je zelf van Tesla vindt of van een aantal andere bedrijven. Of je nog verwachtingen hebt van een Meta, of een Microsoft of een Google. Hoop ik weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik. Zeker even de like voor me. En dan zou ik weer zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.